deboodschap.today. Regeringsverklaring 1980 hield participatieve besluitvorming in. De regeringsverklaring van 1980 hield participatory decision making, oftewel participatieve besluitvorming in. Er was volgens Ivan Graanhoogs, gewezen minister van Leger en Politie en voorzitter van de Nationale Militaire Raad NMR, sprake van de beste uitvoering van projecten op het gebied van mensenrechten. Graanhoogs verzorgde op woensdag 19 februari de vijfde lezing van het Nationaal Informatie Instituut, welke in het kader stond van de herdenking van de 40ste dag van bevrijding en vernieuwing. Volgens hem trok de NMR het hele land in. Overal waar er Surinamers woonden en werkten, werd met de bewoners gesproken. Alle wensen en grieven werden geïnventariseerd en teruggekoppeld met de regering. De regering speelde daarop in en zo konden vele projecten in samenwerking met burgers, militairen en de regering tot stand worden gebracht. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.